Vrije trap voor Kortrijk in de 8e minuut met Sven Kums. Met zijn rechtser nu in de 16, verlengd en dan Simon, die gaat erin. Ja, Laurent Simon met 1-0 in de 8e minuut. Met een 0-1 uiteraard. En dit is een gebaar van een zwangere vrouw kennelijk. Zo goed kennen we hem ook niet. Maar in ieder geval, Laurent Simon die is in vorm. En die zet KV Kortrijk hier op voorsprong in de 8e minuut. Ik had het gezegd, het is zaak om zo lang mogelijk die tegentreffer uit te stellen. Vorige week in de 5e minuut en nu al in de 8e minuut. Dus Roeselare moet voor de zoveelste keer achtervolgen.